Hij gaan schoppen richting de oorkant van die veld. Had om weer hangen en Willie McBride wil hem raakvatten. Als Jan Ellis daar, dan wordt hij een van die Britse eilanders en voorspelers raakgevat. Hier kom hij naar de achterlijn toe. Hij kreeg hem op die kwartlijn. Dit is Gibson. Hij laat loop naar Turner in het middel van die veld naar Bresnian, wat niet kan raakvatten. En dan telt Bresnian hem weer op. En dan is Jannie Engelbrecht daar. En hij geeft daar voor Eben Olivier. En Eben Olivier die geeft hier voor Tommy Bedford. Tommy Bedford voor Tommy de Vrijer.